Wij zijn hier op de markt vandaag met het college van Oegstgeest. We willen graag wat dichter bij de mensen zijn, bij de inwoners. En dan staan we hier, we praten met allemaal mensen die we kennen en mensen juist die we ook niet kennen. We halen allemaal dingen op, we horen klachten, we horen positieve dingen. Dus het is voor ons heel leuk om hier te zijn. Ik heb gesproken over het bouwen, wat ze bij mij willen doen. Ja, dat gaat over iets voor bewegen in Oegstgeest. Met name voor opa's en oma's. En papa's en mama's. We hebben een leuke buurt, de Buitenlustenstad. En daar hebben ze een groen strookje. En dan hebben ze dus ideeën om daar te gaan bouwen. Maar mijn vraag was van, ja, wat gaan jullie daar bouwen? Het was leuk om even met hem te spreken. Hij is zeer dichtbij op deze manier en vraagt de mensen. Ik vind het dat is goed dat ze wel met de mensen willen praten hier. Dat ze vandaag hier staan op de markt. Want anders had ik hier ook niet gekomen om te praten met de mensen, de burgemeester of de wethouder. Ik ga niet naar de gemeentehuis om te praten of zo, maar ik vind het heel goed, ja. Je kan ze even aanhoren, aanzien en dat is ook wel weer prima. Dus goede zaak, maar het mag niet te lang duren, want ze moeten ook weer aan het werk. Wij vonden dit heel leuk, we hebben heel veel mensen gesproken, een heleboel dingen gehoord en dit vraagt om meer. Dus wij willen dit vaker gaan doen, we moeten nog even overleggen wanneer en dat gaan we dan op de social media van de gemeente melden.